Poel zit op 1 vandaag. Gertie Christoffels op 2. Walter Grootaars op 3. En de gastheer is nog altijd Kurt van Egen. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel. Hier in het Casino van Blankenbergen zijn we voor de eerste keer dit jaar weer met een bomvolle zaal. En ik zeg ook hartelijk welkom aan onze drie wijzen. En we hebben ook 2 kandidaten. De eerste is Monique Morel. Monique Morel, een directiesecretaresse uit Sint Maartenslatum. Zij is getrouwd, heeft een zoontje, een lief zoontje. En ze heeft ook een aantal hobby's, namelijk bierspecialist. En dat combineert ze met snelle rijden. Nee, met graag rijden. Graag rijden, ja. Ik hou nogal van mooie auto's. Ja. Ja. En af en toe heb ik wel eens snelle rijden ook. Maar drinken en rijden mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Nee. Monique, we spelen voor 1 miljoen, want zo zijn we op het einde van het vorig seizoen gestopt. En maar, er is ook een tegenkandidaat. En dat is Jeff Lanen. En hij is gemeentebediende in Westerlo. Hij is getrouwd, hij is onder meer trainer bij volleybalclub. Hè? Zo is het toch? Wandelen met de hond doet hij graag. En hij is supporter van de Beerschot. Dat is een beetje dramatisch geweest de voorbije tijd. Hè? Dat mocht je wel zeggen, maar het is een zeer leuke club voor te supporten. Er is altijd wel iets te beleven, maar hopelijk gaat het nu de betere hand op. Ja, dat zal wel. Hè? In alle geval, het was de enige ploeg in derde vorig seizoen met business seats. En dat is ook altijd leuk. Goed, wij gaan spelen. Er zijn een aantal vertrouwde dingen gebleven. U ziet het, we hebben wel een volledig hernieuwd, vernieuwd decor. Maar er zijn een aantal dingen gebleven, onder meer de biechtstoel van pastoor DJ. Komt er dan maar uit. Geraldine. Oh ja. Als u uw onvolmaaktheid inziet, begint u maar. Ik heb een groot beest aangevallen, een grote zeeschildpad. Ik heb ze proberen aan boord te brengen, maar toen heeft hij mijn hand gebeten. En toen heb ik ze maar terug in het water gegooid. Blijft u bij dit verhaal? Het is een mooi verhaal, hoor. Zo, we hebben een volledig nieuwe entree gemaakt daarnet voor dit nieuwe seizoen. Maar we staan weer op onze vertrouwde plaats met Monique en Jeff. En we gaan weer verder spelen. Gie, waar, wie liever zit er in de biechtstoel? Wie is de biechteling? Sinds hij in de laatste uitzending van het Huis van Wantrouwen betrapt werd in een luie zetel in zijn eigen bureau, is hij uit min of meer plezante programma's niet meer weg te branden. Het is Jan Keulers. Jan Keulers, die dus inderdaad in elk programma erbij is. Gertie. Min of meer plezante programma's, ja. Dat hangt van ons af. God, wie vecht er God? Nu... Nee, wie... God? Nee, God. Walter. Nee. Wie vecht er nu in vredesnaam, zal ik dan maar zeggen, met een zeeschildpad? Ik zou het niet weten. Ik moet gewoon voortgaan op zijn uitspraak. En dan denk ik dat het Georges Kuster is, een van onze weermannen. Ja. Wie denk jij dat het is, Walter? Het is iemand die dankzij het Huis van Wantrouwen zeer bekend geworden is, namelijk. Het is niemand minder dan Jo de Meijer. Guy Polspoel die zegt dat het Jan Keulers is. Gertie houdt het op Georges Kuster. En Jo de Meijer zegt Walter. Monique en Jeff, de eerste keer dat jullie mogen afdrukken. De eerste keer dat er ook wordt gekozen. U zegt Georges Kuster. Ja. En u drinkt erop. U bent zo zeker als wat? Niet zo zeker, maar ik vermoed van wel. Je vermoedt van wel. Ja. Monique, Jeff vermoedt het ook. Ik dacht hetzelfde, ja. Ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd of jullie de eerste 1000 punten of franken liever binnen kunnen scharrelen. Daarvoor gaan we kijken naar pastoor DJ. Kijk, het is op het randje, maar ik zal u bellen als geen aanmerking komt voor de functie. Adios, amigo. Hij maakt de mensen vochtigheidsbewuster. Georges Kuster. Voilà. Allebei 1000 frank. We zijn goed gestart. Dat vinden we gezellig. Een vraagje voor onze bollebozen herenwijzen. Wat is een... excuseer, Gertie. Goh, wat is een broekpalg? Ja. Een broekgallig, liever. Ja, geen, ja, ga je gang. Vol is. Een broekgallig.
klopt heel, ja. Is dat een contaminatie van blaasballig en iets met een... Met een... broek? Een broekman. ik zou het niet weten, Guy. Leg het goed, uit. Een broekgallig, daar gaat het over. CNN. CNN is hier in onze contraien sinds de veel te vroeg gestopte golfoorlog erg beroemd geworden. En heeft hier in, voor CNN bedoel ik, veel te vroeg gestopte. En heeft hier een aantal van haar journalisten daar beroemdheden van gemaakt. Onder meer de legendarische Peter Arnett. Maar er zijn er nog meer, onder meer Larry King. En dat is een man die heeft een soort van talkshow, harde interviewstijl. Of tenminste wat daar in de Verenigde Staten voor doorgaat. En die man, om het echt als een soort gevecht met zijn gast te laten overkomen, die laat de jas zakken. En dan zie je dat hij bretellen draagt. En als ik u vraag waarom en u antwoordt om zijn broek op te houden, dan is dat een correct antwoord. En bij een televisiestation in Vilvoorde zou u daarmee nog een microgolfoven hebben gewonnen. Maar wat Peter Arnett dus draagt onder zijn jasje en zichtbaar wordt bij het interviewen, is een broekgalg. Bretellen. Een broekgalg. Gertie, lijkt mij een vraag voor jou. Mm. Een broekgalg is eigenlijk een ander woord voor fietsspeld. Met een heel klein beetje fantasie zou je dus in een fietsspeld de koord zien die rond de hals van een gevangene zou zijn. Nee, het is een schertsend woord eigenlijk in plaats van fietsspeld. Ik ben er 100% zeker van dat ook Walter nog iets leuks heeft verzonnen. Een broekgalgje is een leertje eigenlijk. Het is een soort leertje. Echt? Dat men gebruikt om lekkende kranen. Als een kraan lekt, dat is daar meestal de oorzaak van. Het joanken, het ronde leertje met het gaatje. Hoe geert u? Dat wordt nog een loodgieter. Joanken, He? Nee? Het leertje is geen joanken. Oh. Ik leg jullie dat straks uit. Dat is iets helemaal anders. Tja. Ah, bon. Enfin, dus dat leertje, dat noemt men een broekballetje. Galletje. Een broekgalg is een bretel, zegt Guy. Gertie houdt het op een fietsspeld en Walter heeft dan weer een leertje. Mag geen zwijken, een leertje dus. Hè? Ja, Monique, Jeff, wat doen we? Spannend, nog steeds, duizend. Ja. Een bretel. Het is een gok. Het is een gok? Ja. Allee, voilà, de eerste gok, een bretel. Ja. Heb je waarom niet? Met elkaar? We gaan samen over de meet komen, denk ik. Samen over de meet, dat is nooit weg. Een bretel, denken ze allebei. En wat is een broekgalg? Goed zo! Uitstekend. Gaat lekker. En ons volgende bezoek doen wij bij een Nederlands architect die in België wat moeilijkheden heeft, heb ik de indruk. Leuk noemt ze dit, ja. Gaat de Nederlandse architect even kijken of die Belgen aan het werken zijn. En wat doen die Belgen? Die liggen thuis uit hun neus te vreten. Wintertypetje C2, zou ik maar zeggen. En ze doen geen ene moer, geen reet. Die zijn gewoon bezig met niks te doen. En dat kan niet hoor. Bij ons in Nederland wordt er wel gewerkt. En er zijn trouwens nog andere aanpassingsverschijnselen waar ze mee moeten rekening houden als ze bij ons komen werken. Reken maar, zeg, wat een ellende. Bouwvakkers zouden moeite hebben om zich aan te passen op een Nederlandse bouwwerf, onze bouwvakkers. Waarom, Guy? Dat klopt. In Nederland, waar er heel hard gewerkt wordt, waar de seriebouw waar er nogal veel seriebouw is, en waar dus heel hard gewerkt wordt, daar gebruiken bouwvakkers soms pepmiddelen. Nu heeft het ministerie van Arbeid een soort dopingcontroles ingevoerd op het werk. En wat blijkt, dat je dus niet alleen daarmee pepmiddelen kan ontdekken, maar ook gebruik van alcohol. Dus Belgische bouwvakkers die wel eens aan de palm of de ginderal zitten, zouden het in Holland moeilijk hebben, ook al omdat daar geen palm of geen ginderal is. Ja, dat zullen ze heel zeker geloven, Guy. Dat gaan ze heel zeker geloven. In Nederland zet men eerst de ramen en de deuren. En dan vult men dus de stukken ertussen in, meestal met metselwerk. Nu, vroeger was dat dus met hout. En in Nederland terwijl hier ze met in het België, dak. Nee, hier in België, bouwt men eerst het metselwerk en dan zet men de ramen en de deuren erin. Dus vandaar dat bouwvakkers die in België en Nederland zouden werken een beetje problemen zouden kunnen hebben. Want het is een andere manier van werken, sowieso. Over naar Stars and Stripes, Walter Groothuis. Het heeft te maken met het feit dat wij in België bouwverlof kennen.
Zoals ze zeggen, in juli gaat een bouw in verlof. Wel, dat is het grote probleem voor Belgen die op Nederlandse bouwwerven gaan werken, want dat kennen zij daar niet. Wanneer hier het weer net goed is om te beginnen werken, om te beginnen bouwen, gaat men hier op verlof. Tegen dat ze uit verlof komen, hebben ze nog een maand of twee, drie dat ze kunnen bouwen, maar dan begint het waarschijnlijk te vriezen en dan gaan ze uitvriezen en zo. Dat bestaat allemaal niet in Nederland. En daar hebben de Belgische bouwvakkers het zo moeilijk mee. Op een rijtje. Dopingcontrole, zegt Guy. Eerst de ramen en de deuren, dan de rest, zegt Gertie. En geen bouwverlof, volgens Walter. Aanpassingsverschijnselen, Jeff, Monique, wat denken we? Eerst de ramen? Ik denk het. Hoezo? Ik denk het. Heb je het al gezien? Nee, toch niet, maar dat van Walter komt mij onwaarschijnlijk over. Ja? Heula. Dat is ook de eerste keer, hè? Jeff, jij zegt dopingcontrole. Lijkt mij zeer onlogisch, en daarom dat ik het gekozen heb. Het is zeer onlogisch, vandaar dat je het kiest. Ja, u kijkt vaker naar dit programma. Mooi. Maar wat was het goede antwoord? We vragen het aan onze gastarchitect. Nou, dan hebben we hier ook. En dan hebben we daar ook. Hè? Nou, en in Nederland, die ramen, die staan er al. Begrijp je? En dan wordt het huisje rondgebouwd. Heel andere attitude. Doei. Hallo. Goed, hè? Ja. En dan nu weer een denkvraag, en dat is niet zo eenvoudig. Wat is een spottershuisje, Guy? Wel, voor mensen zoals Chef die het meest onlogische kiezen en zo proberen juist te scoren, die gaan moeite hebben met mijn verklaring. Want een spottershuisje... Een huisje, dat weet u wat het is, dat is een klein huis. En een spotter, dat is iemand die anderen belachelijk maakt. En een spottershuisje is dus een huisje waar een spotter in woont. Zo simpel is het. Nu, waar komt het vandaan? Van een, eigenlijk een soort spreekwoord of gezegde, een Nederlands spreekwoord of gezegde. En dat luidt, spottershuisjes branden ook. En dat wil zoveel zeggen als, wie een put graaft voor een ander valt er zelf in. Zo. Het huisje van een spotter. Eerst een Nederlands gezegde. Dus eerst de ramen en de deuren en dan... Pardon. Nee. Dat was er net. Ja. We gaan niet naar Nederland deze keer, maar naar Engeland. Want daar komt eigenlijk het woord vandaan. Spottershuisje komt van het Engelse woord to spot. Dus herkennen, zien. En vandaar dat het bij ons een betekenis gekregen heeft van een huisje waar men in gaat zitten om vogels te bekijken, zonder dat die vogels jou zien. Dus een soort jagershutje in feite, in camouflagekleuren, waar je rustig in kan zitten en heel op je gemakje de vogels kan bekijken of spotten. Walter, spottershuisje? Spotters, dat zijn ververs, schilders eigenlijk. En je hebt dus de schilders in bedrijven die de dingen gewoon een kleur geven. Maar dan heb je de spotters. En dat is een speciale... die zijn trui geverfd hebben. Voilà. Dus niet... Dat zal wel door een spotter gemaakt zijn, denk ik. Want je hebt er die dus ook spotten. Dat is een speciale techniek. Dat gebeurt met verschillende kleuren. En men werkt met vlekken. Zoals je bijna in het decor zou kunnen zien hier. Op de pilaren. En die mensen moeten in een apart lokaal hun werk doen. Want anders gaan de kleuren door elkaar gejaagd worden. En dat noemt men het spottershuisje. Daar waren de ververs eigenlijk spotten. En onze kijkers hebben hem waarschijnlijk al die tijd gemist. De schilder van het spottershuis. Hij is er weer. Ook dit seizoen is er weer bij, hoor. Jawel. Het huisje van een spotter, zegt hij, is het volgens hem. Een jagershut, zegt Gertie. En het is een vijverschok volgens Walter en Monique. En Jeff, die moeten daar nu maar eens eventjes eentje uithalen. En het lijkt me niet zo eenvoudig deze keer. Nee. Het wordt gokken, hè? Ja. Jij denkt de jagershut, de Engelse jagershut. Ja. Gertie die dat allemaal zo braaf en mooi vertelt. En Jeff, hij denkt dat ook. Ik ben er ook in getuind, denk dus ik. Dus je bent er in getuind, letterlijk. Want wat is een spottershuisje? Alsjeblieft, het huisje van een spotter. Geen punten die erbij komen. Jammer genoeg. Maar er is nog niks aan de hand. En er zijn vaste waarden, dames en heren. Want ook dit seizoen gaan wij weer kijken en luisteren naar het Vlaamse lied. We zijn hier in Blankenbergen. Het Vlaamse lied weer klinkt hier nog, zeg maar, wekelijks. En wij doen daar graag aan mee. Deze keer hebben wij uit de grond gedolven de heer Hans Habiels. En hij zingt. Ik heb geen zin om uit mijn nest te komen. Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Ik heb al 7 nachten liggen dromen.
Deze man heeft in weinig dingen zin, maar toch zeven nachten heeft hij gedroomd. Van wat? Hoe gaat dit verder, Guy? Maar het moet niet altijd rijden, hoor. Een diner bij volle maan? Een diner bij volle maan. Moet kunnen. Ja. Ja. Gertie? Dat zou kunnen, inderdaad. Dat rijmt in ieder geval. Maar mijn mogelijkheid rijmt ook. Hij zingt, ik heb al zeven nachten liggen dromen van een auto en een nieuwe baan. Dat zeven nachten. Dat klopt niet met de versvoeten. Jawel, jawel, jawel. Ik heb al zeven nachten liggen dromen van een auto en een nieuwe baan. Jawel, klopt. Jawel. Toch? Walter, ik heb geen zin om uit mijn nest te komen. Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Ik heb al zeven nachten liggen dromen over een broekbalkje voor mijn kraan. Zoals Kurt het zou zeggen. Maar hij zingt eigenlijk, ik heb al zeven nachten liggen dromen van een meisje met een Braziliaanse naam. Een meisje. Een meisje. Een diner bij volle maan is het volgens Guy. Gertie zegt van een auto en een nieuwe baan. En Walter die zegt van een meisje met een Braziliaanse naam. Alsjeblieft, Monique en Jeff. En jij zegt het meisje met de Braziliaanse naam. Ja. Ja. Zonder meer. Ja. Zonder meer, alsjeblieft. En jij zegt een meisje met een Braziliaanse naam. Tuurlijk. Alsof ze het nummer gewoon elke dag spelen op de radio. Ik weet niet welke sadistische platenruiter daartoe in staat is. We gaan luisteren. Ik heb al zeven nachten liggen dromen van een meisje met een Braziliaanse naam. Ja! Ja! Monique? Je voorsprong blijft nog een beetje, hè? Maar het was in elk geval al goed gegokt. En Jeff, die gaat erachteraan. Wat is een theedief? De theedief is een soort van schildvleugelig insect. Meer bepaald voor de mensen die en ontspanning en toch nog enige vorming samen willen. De Trombidium telarium. Ja, u steekt er ook nog wat van op. En is dus een insect dat de blaadjes van de theeplant wegvreet. En aangezien de thee juist de blaadjes van die theeplant is, is er helemaal geen thee meer. Ah. Een kevertje. Een kevertje. Een kevertje. Als je dat had dat dan direct gezegd. Ja. Gertie, wat is een theedief? Maar de mensen moeten er toch iets aan hebben ook. Een Volkswagen theedief. Ja. En mijn moeder had en volgens mij, haar kennende, heeft ze nog altijd... Als ze zo begint, kan het een tijdje duren, hoor. Ja. Haar kennende zal ze nog wel altijd hebben, want ze bewaart alles jaren. Mijn moeder had in ieder geval vroeger theediefjes. Ah. En dat waren van die hele mooi gekleurde kleine sponsjes met een elastiekje eraan, die aan een theepot, aan het teutje van de theepot werden gehangen. Oh, om wat te voorkomen... een mooie alliteratie, het teutje van de theepot. Om te voorkomen dat een eventueel druppeltje dat daar nog zou aanhangen, af zou vallen. Af zou vallen. En in ik België... Ik denk al iets. Ja, ik ook, Walter. Ik denk dat we aan hetzelfde denken, Walter. In België noemen we dus zo'n dingetje een druppelvanger of een snutterke. En in Nederland noemen ze dat een theediefje. Ah, zijn we er? Ja. Van je moeder, hè? Ja. Walter. Een theedief of het theedieven heeft te maken met een spraakdialect. Dat wil zeggen dat je gewoon de thee op het einde van het woord, dat je die inslikt. En daar zijn de Maastrichtenaars. Nu gaan we het krijgen. En daar zijn de Utrechtenaars, zijn daar krakken in. Maar ook onze Limburgers, zoals je Gertie soms wel hoort praten, die zijn daar zeer sterk in. Want je kan dan hen horen zeggen, vannacht ben ik met mijn vrachtauto uit ene bocht gevlogen en met volle kracht op zo'n flikkerlicht van de Rijkswacht terechtgekomen. Ik heb hen gezegd, liever op een flikkerlicht dan in een gracht, mijn gedag. Een kevertje, zegt Guy. Een theepotsponsje, volgens Gertie. Een dialectspreker, volgens Walter. Wat is een theedief? Monique en Jeff voor 6000 frank. En het is belangrijk aan het worden, hoor. Want nu moet er gescoord worden. We gaan bijna naar de laatste vraag. Jij zegt een dialectspreker.
Ja, of iemand die die these inslikt, zo. Zo'n Herman van Veen. Ja. Zo. Van maar plaats, maar plaats, maar plaats. Ja. We hebben ongelooflijke haas. Chef, een kevertje. Een kevertje. Zo lief, klein, zalig, proper, vretertje van bladeren van de thee. Oké, okay. Wat is het? Een theedief, heren, dame. Een dialectspreker. Van ik! We zijn aan onze laatste vraag, vraag 7. En voor de mensen die ons programma in het verleden hebben gevolgd, zij weten wat er dan komt. Is er een dokter in de zaal? Leconte bijvoorbeeld. Beste kijkers en lieve kijkers, ik ben dokter Leconte van Knokkezoen en ik spreek hier natuurlijk volledig uit ervaring. Dat laatste weliswaar tussen haakjes. Het is onverantwoord wat de mensen tegenwoordig allemaal durven wegsmijten. Ik ben speciaal naar hier gekomen om dan eruit te pluizen, eruit te kijken. En papier, onbeschreven papier. Dat zoveel bomen moeten voor zijn heuvelen. Dat is toch onverantwoord. Waardevolle dingen, kijk, mooie truitjes en zo. Flessen, zo goed als nieuw. Eén keer gebruikt, en wat doen ze mee? Ze gooien het weg. Hm? Een afvalberg wordt alsmaar groter en groter. En waardevolle dingen ook. Dat is een papier. Zak hier, hier, kijk eens hier. Dit is ook een schitterend voorwerp. Dat, jaren geleden werd dat gebruikt. En dat ligt nu zomaar voor het schrijven op stort. Kijk, het zal het laten zien. U kunt er van alles mee doen. Kijk, u kunt dat eruit trekken hier. Ziet je het? En dan hier, kijk, met allemaal kleine gaatjes en zo. En dit is een zeer waardevol voorwerp. En dat ligt hier zomaar. Wat vindt onze dokter op het stort? We vragen het aan onze wijzen Guy om te beginnen. Het is een ijzerverwarmer. Een ijzerverwarmer die vroeger bij kappers werd gebruikt om een soort van, een tang is het niet echt, maar je zou kunnen zeggen een soort krultang, een soort bigoudi, te verwarmen, waarmee krullen in snorren werden gelegd. Maar nu niet meer gebruikt, vandaar op het stort terecht. Er zijn nog geen snorren meer, hè? Ja, ik moet nog wat sparen. Buiten Bob Kools van de Snorrenclub, u zei er verder geen. Gertie, wat was het voor iets? Concentreer me even heel goed. Het Zij is heeft al een goede snor, hè? Goh. Het is een dehumidificateur, of de sigarenontvochtiger. Sigaren zijn, zoals u wellicht weet, dat er geen druppeltjes zouden vallen. Ja, juist, ja. Sigaren zijn net zoals wijn heel gevoelig aan temperatuurschommelingen en aan vocht zijn ze ook zeer gevoelig. Ja, 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 ja. En dat ding dat hij net liet zien, dient eigenlijk om sigaren in te steken, om ze de perfecte vochtigheid en temperatuur te geven eigenlijk. Om ze te bewaren in de perfecte vochtigheidsgraad en temperatuur. Ach, van ja, zwart. U gelooft het zelf, ja. Juiste temperatuur en vochtigheidsgraad. Ja. Belangrijk. Walter. Dit apparaat komt uit de uurwerkmakerij. Men gebruikt het om de veertjes te maken die je in elk uurwerk terugvindt, die zich ontspant en die je terug moet opdraaien. Wel, dat weerspannige stukje metaal, dat werd daar ingestopt, dat werd dichtgeduwd en dat werd een tijd lang dichtgehouden. Dan deed men het open, had men die veer. Het is eigenlijk een verentractor. Dat is het ABN ervoor. Niet te geloven. Een ijzerverwarmer, volgens Guy. Gertie, die zegt een sigarenontvochtiger. En Walter, die zegt een verentractor. Ga er maar eens aan staan. Drie mogelijkheden voor dat toestel wat onze vriend daar zomaar op het stort vond. En u zegt een ijzerverwarmer voor de bigoudies. Ja, het leek me het meest waardeloze. Dat is een nieuwe, ja, een totaal nieuwe kijk op het gegeven. Maar we houden er rekening mee en jij zegt een verentractor. Ja. Mogelijk. Dat is ook weer een totaal andere kijk, mogelijk. Maar wat is het, dokter? Beste vrienden, dit voorwerp, wat deed men ermee? Men trok dat er gewoon uit, zo. Ja, in kleine gaatjes kwamen vlammetjes uit, men leidde daar een krultang op. Het is dus een ijzerverwarmer. Ziezo, het heeft zijn dienst bewezen, terug op start. Alsjeblieft, Monique. Weer al gescoord. En dat betekent, chef, dat betekent dat wij helaas afscheid moeten nemen van u. Maar zoals het hoort in quizzen zegt men altijd, u was een fantastisch kandidaat. We doen dit met onze drie wijzerster. Kijk eens, het logo staat er ook weer op en daarover vertel ik u meteen meer. We hebben ook weer naar de FNAC geweest en daar heb ik gevonden van Tom Lanois kartonnen dozen. Lekker boek om te lezen. De nieuwe Bob van Laar over een kadaver exquis. En van Erik de Kuiper, dagstoel naast de tafel. En ik hoop dat u graag leest. Ja, natuurlijk. En ik hoop dat u ook graag applaus krijgt, want dat krijgt u nu.
En vooraleer dat wij naar Monique gaan, heb ik hier even iets af te geven. Dit is die prachtige Hasselblad-camera. En die mag ik nu overhandigen aan de winnaar van onze wedstrijd. De winnaar van onze logo-wedstrijd. En die logo, u ziet dat die gebruikt is geworden. U ziet dat alles in die kleuren staat. En die winnaar die komt nu even op. En dat doen we met een geweldig applaus voor Laurent Rassal. Laurent, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Dankjewel. Deze is voor jou. Zeer waardevol stuk. Ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft. Je hebt een geweldig logo geschreven. Je ziet, er worden zelfs bloemen naar je gegooid. Dat kunnen de mensen thuis niet zien. Maar dat zien ze straks wel. Van harte gefeliciteerd. En veel plezier met je camera. En een applaus nog even. Applaus. Dames en heren, hij zorgt ervoor ons nieuwe logo. Het ligt vol bloemen ondertussen. Het ligt hier ondertussen vol bloemen, maar wat veel belangrijker is, Monique, wij zijn voor de zomer zijn wij gestopt met 1 miljoen in de kas en die is het blijven inzitten. Dus u kunt vandaag verdienen 1 miljoen 24.000 frank of 24.000, Monique. Het is spannend en er blijven natuurlijk de drie verhalen waar u goed of kwaad moet op antwoorden. We gaan naar Guy zijn verhaal toe. Bij de jongste ronde van Vlaanderen had ik afgesproken met Mark van Lombeek dat ik mee in de BRT-wagen een eind zou volgen. En het was zo'n saaie wedstrijd, omdat die vier minder bekende renners minuten voor het peloton uitreden, tot het begin van de namiddag, dat ik ook eens op de motor mocht. En een andere gast, eregast hij, in de ronde van Vlaanderen, was Jean-Luc Dehaene. En die zat in een hele mooie BMW. En met die motor gingen zo wat mensen rond, fotografen en zo, om wat kiekjes te nemen van de eerste minister in de Ronde van Vlaanderen. En ineens schiet die auto als een pijl uit een boog weg tegen een enorme snelheid op die kleine Vlaamse wegeltjes. Al die motards die denken, wat is er gebeurd? Zou er iets met de koning zijn? Zou er iets met de regering zijn? Heeft hij een oproep gekregen? Iedereen daarachteraan. Maar we konden die niet volgen. En dus die reed ineens een eind voor ons. En tot we achter een bocht kwamen. En toen hadden we de verklaring voor dat plotse verdwijnen. Bij gebrek aan theepotsponsje was de eerste minister gewoon tegen een boom gaan staan. Monique, dit prachtige verhaal van een groot Vlaanderen, waar of niet waar? Ja. Niet waar, zeg je, Monique. Niet waar. Niet waar. Gertie. Ja. Ik ben ooit één keer in mijn leven gaan skiën, meer dan 10 jaar geleden ergens in Italië. Waarom ben ik ooit maar één keer in mijn leven gaan skiën? Wel hierom. Alles ging goed. Het was de eerste keer dat ik ging. Ik had les gevolgd. Ja. Het ging echt heel, heel erg goed. En op de derde of de vierde dag gingen we met een hele kliek een of andere piste af. En alles prima in orde. Tot op een bepaald ogenblik. Ik moest ontzettend dringend plassen. En het probleem was dat er eigenlijk geen... Een theepotsponsje helpt dan niet bij vrouwen, hoor. Het probleem was dat er geen hut in de buurt was. En dus tegen die een boom stond dan een minister. Ja. Gewoon net zoals de hanen, dus, sneller gaan skiën. Nee, dus ik zeg tegen die gasten waar ik mee aan skiën was van gaan jullie maar even door. Ik zoek hier ergens en al die mannen op hun motor een erachter. Een geschikt boompje uit en daar zet ik me dan even achter. En dat geschiedde ook zo. Dus op het ogenblik dat ik mijn skibroek, mijn salopet, naar beneden trok. Een salopet, ja. Ja, schoten de skis onder mij uit en ik ben dus de berg afgegaan op mijn bloot achterwerk. Ja, lach er maar mee. Maar het was op zo'n moment dus heel... dat ik een berg was. Nee, het was dus... Ja. Nu, heel vlug even door, want het duurt nog even hoor, maar ik zal het zo vlug mogelijk vertellen. Het was alles behalve om te lachen, want ik had mijn billen verbrand tot op de derde graad. Ik ben dan ook opgenomen in het ziekenhuis daar ter plaatse. En na een dag of drie ben ik gerepatrieerd naar België. Nu, je kan je voorstellen dat als je
dat daar allemaal verbrand hebt tot op de derde graad, dat je dan niet op je rug kan liggen. Dus ik moest altijd op mijn buik liggen. Dat ook en ik nog. Werd dus, ja. En ik werd dus ook gerepatrieerd in een vliegtuig, gelukkig. Maar dus ook op een bedje op mijn buik. En naast mij in het vliegtuig zit dus een meneer met een been helemaal in de gips van boven tot onder. En ja, god, je zit daar een aantal uren samen in het vliegtuig, dus je begint met elkaar te praten. En ik vraag dus aan die man op een bepaald ogenblik, en wat is er met u gebeurd, meneer? En die man zegt tegen mij, als ik je dat vertel, dat geloof je nooit. Ik was dus aan skiën, heel rustig op een berg. Wat zie ik ineens? Een of andere domme gans op haar bloot achterwerk de berg af. Ik had me zo verschrokken. Ik ben gevallen en ik heb mijn been gebroken. En ik heb nooit durven vertellen tegen die man natuurlijk dat ik dat was. Maar ik ben nooit meer gaan skiën in ieder geval. En ga zitten ook nu waarschijnlijk. Bijzonder moeilijk. Ja, nee, bijzonder moeilijk. Makkelijk gaan we het niet maken. Het gaat over een miljoen, vond ik. En toch durf ik zeggen juist. Ik heb een klein... Ik was eens aan het skiën. Ja. Ik was eens ooit aan het skiën ergens en ik zag... Nee, ik heb een drie kwartier geleden... Je zag de Ronde van Vlaanderen voorbij komen. Ja. Ik heb een drie kwartier geleden iets uitgespookt wat de desbetreffende persoon pas binnen enkele minuten zal opmerken. Namelijk, er straks toen we hier aankwamen, kwam Guy hier heel fier als een gieter binnen. En die had kleren bij. En die vertelde mij dat hij een tijdje geleden in de Solde kleren had gekocht, speciaal voor de zomer. En we waren die kleren aan het bewonderen en hij had ook een speciale broek bij, wat hij zelf een hele mooie broek vond. En iedereen van ons vindt dat echt een afschuwelijk lelijke broek, waarvan we zeker zijn dat hij er vierkantig mee zal uitgelachen worden. Maar hij is daar zo van heilig van overtuigd dat het een mooie broek is. En ik heb hem eigenlijk die schaamte en het uitlachen bespaard, want ik heb ongeveer drie kwartier geleden die pijpen eraf geknipt. En hij zal het straks pas merken als hij naar achter gaat. Monique, is dit waar? Het allemaal net gebeurd zijn? Nee, daar zou ik toch zeker iets van gehoord hebben. Je denkt dat niet waar? Ik denk dat het fout is. Zo rap gaat dat niet, dat nieuws, hoor. Het nieuws is altijd... bedoel, zij maken het nieuws, hè? Maar ze weten het niet altijd. Goed, we gaan even kijken. De enveloppe wordt opengescheurd en... Dat van die broek, Walter, is dat waar of is dat niet waar? Het is niet waar, want ik heb zijn hemd afgeknipt. Ja, je ziet het, hij weet dit seizoen niet meer wat hij moet verzinnen, Walter. Goed, Guy, verhaal van jou. Dat vond ik toch eigenlijk wel een bijzonder mooi verhaal. Hè? Die Vlaanderiaan die daar even stopt. Was het waar of was het niet waar? De Hane was op Ekeren Club Brugge. Ik heb natuurlijk het mooiste verhaal bewaard voor het eind. Hè? De schuif af in Italië. 1 miljoen of 24.000 frank, Monique. En een paar skiën. En een paar skilatten. En een zalf voor brandwonden in de derde graad, die ze nog op overschot heeft. Krembeur. Wat denk je? Waar of niet waar, Gertie? Het is niet waar, het is niet waar, maar... Ja, Monique, daar treuren wij toch niet om? Nee, absoluut niet. We hebben 24.000 frank, dat is ook een mooi sommetje. Die nemen we mee naar huis. De drie wijze ster, die krijg je ook van ons. En dames en heren, dat is ook gebleven. Er is veel veranderd in het programma, maar ook dat is gebleven. Een geweldig applaus en de drie zoenen. Monique. Dames en heren, onze eerste uitzending van dit seizoen die zit erop. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Wij zijn er weer heel het seizoen voor u. Kijk met ons mee. Tot volgende week. APPLAUS